In aflevering 5 van Het Verhaal van Vlaanderen kreeg de Zwarte Dood in Vlaanderen heel wat aandacht. Joren Vermeers is auteur van het boek 1349, hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde. De ideale persoon dus om nog wat dieper in te gaan op de aflevering. Vermeers werkt bovendien nu aan een nieuw groot boek uit dezelfde periode, namelijk Vlaanderens waanzinnigste eeuw, de 14e eeuw dus. In de aflevering werd al een beetje verteld van waar de pest zou komen, hoe die tot in onze streken is terechtgeraakt. Er werd ook iets verteld over de oorzaak, vlooien op ratten. Maar kan jij nog een beetje verder uitleggen van waar dat de pest juist gekomen is en hoe dat die exact tot hier is geraakt? Want er is wel een beetje onduidelijkheid over hoe dat allemaal gekomen is. Ja, inderdaad. En ik vond het eigenlijk wel een genietbare aflevering, maar ik heb toch één belangrijk punt van kritiek. En dat is de stelling dat de pest zich razendsnel verspreidde. En dat bleek toch niet echt te kloppen als je kijkt naar de chronologie van de opmars van die bacterie. Archeologen, Sovjet-archeologen, die hebben vastgesteld dat er een uitbraak was omstreeks het jaar 1335 in Kirgizië. Hoe weten we dat? Eén, de bacterie Yersinia pestis huist daar eigenlijk quasi permanent in de knaagdierenpopulatie in Centraal-Azië. En om de zoveel decennia of eeuwen heb je dan een mutatie die agressief wordt en overspringt op en die eigenlijk de mens gaat aanvallen. Dus dat is daar al een gekend fenomeen. En in 1335 zijn er in Kirgizië, aan de oevers van het Izikulmeer, archeologische vondsten gedaan die wijzen op een abnormaal hoge sterfte. Dat was toen een christelijk gebied die een grafstenencultuur had met namen, leeftijden en sterftedata die gebeiteld werden op de grafstenen. En als we dan zien wanneer dat pest eigenlijk maar in Zuid-Europa toegekomen is, spreken we al bijna over 10 jaar later. 1347 kwam die toe in het zuiden van Italië, Messina, later Genua. Dan verspreidde zich dat over de Middellandse zeehavens en dan ging dat langzaam, maar zeker als een onstuitbare olievlek noordwaarts via die handelsroutes, om uiteindelijk pas in eind juli, augustus 1349 Vlaanderen te bereiken. Dus ja, ik vind die stelling van het verspreidde zich razendsnel. Misschien als je de chronologie of het tijdsbesef van de middeleeuwen in rekening brengt, is dat razendsnel. Maar het is toch een zeer markant verschil met moderne pandemieën die zich via vliegverkeer eigenlijk in een paar dagen globaal kunnen verspreiden. Hè. Toen ging dat heel traag. En een van die redenen waarom dat traag was, is omdat de mens maar in beperkte mate drager kon zijn, omdat die bacterie zodanig hevig was dat je er zeer snel aan stierf. Dus de eigenlijke transportmotor, de vector van de bacterie, waren die ratten. En dus eigenlijk moest de infectie in de rattenpopulatie oprukken. En dat verklaart waarom dat eigenlijk trager gaat dan eigenlijk mogelijk had kunnen zijn. Had de mens zelf die bacterie kunnen transporteren op over hele lange afstand. Want mensen maakten toen inderdaad ook lange reizen. Hè. Bootreizen van Venetië, Genua, naar Brugge en ga zo maar verder. Maar bon, dat deed natuurlijk geen afbreuk aan de intensiteit van het toeslaan van de ziekte. Waar het toesloeg, was het een korte en hevige periode van kommer en kwel. Waarin ja, bijna een derde van de bevolking gemiddeld overleden. Wat ook aanleiding gegeven heeft tot enorme mentale uitspattingen, omdat men dacht op dat moment zelf van iedereen zal er hier aangaan. In de aflevering werd er op een bepaald moment gezegd dat het zich verspreidde aan 15 kilometer per dag. Nu, het is natuurlijk maar te zien hoe je dat bekijkt, of dat nu traag of snel is. Wat zegt jou die afstand eigenlijk, 15 kilometer per dag? Is dat snel, is dat traag, is dat gemiddeld? Dus een beetje afhankelijk van ja, hoeveel en hoe ver de mensen reizen per dag. Hoe zit dat juist? Goh, zelfs dat vind ik eigenlijk een beetje niet echt accuraat, omdat we zien dat de echte grote uitbraken altijd in de zomermaanden waren. En minder in de winter, dus dat vertraagde wel eventjes in de piek van de winter. Maar feit is,
dat het echt wel lang geduurd heeft. Dus 2 jaar tegen dat hij van Zuid-Italië naar hier is gekomen. Wat natuurlijk de paniek nog heeft vergroot. Hè, want men hoorde al heel vroeg die befaamde brief vanuit Avignon. Men hoorde al heel vroeg dat er iets aan de hand was over de Alpen in Italië. Er waren al vroeger berichten binnenkomen via het intensieve handelscorrespondentieverkeer tussen Firenze en Brugge en Venetië en Brugge. Dan kwam die brief vanuit Avignon, die extreem gedetailleerd is en die nog altijd een belangrijke bron van historisch onderzoek is. En dan moest men nog vele maanden wachten tot het eigenlijke toeslaan ervan. En men voelde het altijd maar dichter en dichterbij komen. Parijs werd dan getroffen. Dus tegen het moment van de allereerste symptomen, de eerste hoesten en de eerste jeuk in Lies en Okselstreek, waren de mensen eigenlijk al mentaal voorbereid op de ramp die zou komen. Ik zou het ook even willen hebben over de naam. In die brief werd er dus gesproken over een infectie. De ziekte kreeg toen nog geen naam. Wij kennen het als de pest, de builenpest. Dat is ook vermeld in de aflevering. De zwarte dood staat ook in de titel van jouw boek. Mm-hmm. Hoe werd die ziekte toen genoemd in de 14e eeuw? En onder welke namen is die ziekte, de pest, nog allemaal bekend toen en nu? Wel, ja, pest, de naam pest, pestis en zo in het Latijn, is eigenlijk een synoniem voor een besmettelijke en dodelijke ziekte die zich kan voordoen onder dieren of onder mensen. Dus dat was eigenlijk een generieke term die niet gelinkt was aan deze ene ziekte. De term de zwarte dood die is pas later uit de Italiaanse historiografie overgenomen, Italiaanse kronieken. En die wordt nu eigenlijk gemunt, gecoind op die ene uitbraak van 1341. Want je hebt heel veel echo-uitbraken gehad nog, tot in de 17e eeuw. Maar die ene uitbraak die staat gekend als de zwarte dood omwille van zijn hevigheid en omwille van het feit dat hij overal in Europa heeft toegeslagen. Maar de tijdgenoten van toen, de mensen van toen, de Vlamingen van toen, die zouden dat woord niet herkennen. Die hanteerden een ander woord die we kennen uit de kroniek van de Antwerpse schepenklerk Jan Boendalen. En die schrijft over de gadood. Eigenlijk een bazaal woord die illustreert hoe snel die ziekte toesloeg wanneer dat die in het menselijke lijf zich kon planten. De gadood, die ging er zodanig snel aan dood dat de mensen die ziekte de gadood noemden. Nu, over de pest, als we zien doorheen de geschiedenis, de oude geschiedenis, zien we dat een gelijkaardige pest eigenlijk al voorgekomen was in het Romeinse Rijk. De pest van Justinianus in de 6e eeuw na Christus. Is die pest, is die infectie, die ziekte, is die eigenlijk toen al niet tot bij ons gekomen? Of tot waar juist in Europa dan? Want de pest van Justinianus die is begonnen ook in het oosten. En op welke manier is die dan naar het westen geraakt? En wanneer en hoe? Er zijn natuurlijk grote gelijkenissen tussen de zwarte doodepidemie van 1349 bij ons, 1348 Frankrijk. En het was dezelfde bacterie, dus een zeer hevige bloedparasiet, die ook via maritieme weg naar Europa gekomen is in het late Romeinse Rijk. Toen niet via handelsverkeer over de Krim en de Zwarte Zee, maar via de Indische Oceaan. Het Oost-Romeinse Rijk was toen in volle bloei. En er was intensief handelsverkeer tussen India en Egypte. En de uitbraak, die is trouwens ook gekend, de uitbraak in India van die periode is ook enorm hevig geweest. Daar bestaan ook bronnen van. En die is via handelsschepen, is Egypte geïnfecteerd. Daar had je natuurlijk de handelshaven van Alexandria, die enorm belangrijk was. Egypte was toen nog de graanschuur van het Romeinse Rijk. En was enorm goed geconnecteerd met al die belangrijke havens in het Middellandse Zeegebied. En men maakt gewag, ook van een sterftetol van ongeveer een derde van de bevolking van het Romeinse Rijk, dat toen trouwens ook opnieuw Noord-Afrika, Zuid-Spanje en Italië omvatte, omdat Justinianus die gebieden heroverd had.
Leiden tot politieke chaos, tot economische chaos, hyperinflatie, te vergelijken met eigenlijk wat dat zich voordeed na de Zwarte Dood in Europa. Kunnen wij daaruit een gevolg trekken dat Vlaanderen ook in die episode getroffen is? Dat zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen, omdat onze gebieden waren toen eigenlijk ten prooi gevallen aan de chaos van de barbaarse invallen. In die periode had je het allerbegin van de Frankische rijken. Er kwam opnieuw een mate van stabilisatie in de jaren 540. Het was niet meer zo chaotisch als in de jaren 400. Maar er was wel een volledige ineenstorting geweest van die lange afstandshandel. En het zou kunnen dat Vlaanderen eigenlijk gered geweest is door het feit dat er geen, of toch veel minder, schepen met graan en andere bulkgoederen naar Vlaanderen kwamen. Maar bon, wij tasten daar in het duister, omdat er geen geschreven bronnen zijn. En het is eigenlijk les 1 voor de historicus, is niet te gaan speculeren. Je mag niet speculeren dat iets gebeurd is of niet gebeurd is uit de afwezigheid van een bron. Eigenlijk moet je de nodige boodschapheid om de dag zijn en zeggen van kijk, de bronnen laten niet toe om daar een sluitende conclusie uit te trekken. Een conclusie die de aflevering getrokken heeft uit de Zwarte Dood in Vlaanderen, was een beetje een vreemde conclusie, vond ik, is dat er waren minder mensen na die epidemie en dat zorgde dan voor hogere lonen en meer welvaart. Ik vond dat een beetje een vreemde uitspraak, want ik denk dat je toch als samenleving meer kan produceren als je met meer bent dan als je met minder bent. Wat vond jij van die uitspraak over dus een van de gevolgen van de pest? En het was trouwens een beetje het enige gevolg dat ze vermeld hebben. Hè. Ja, wel, nu, over die economische gevolgen zijn ganse bibliotheken volgeschreven. Ik heb daar zelf ook redelijk wat onderzoek naar gedaan. Dat is ook een belangrijk deel van mijn boek. En als je dat bekijkt in termen van reële koopkracht en zelfs in termen van dieet van de arbeidersklasse, blijkt dat ook te kloppen, bovenal op het platteland, want er is een groot verschil tussen stad en platteland in dat opzicht. We merken in heel Europa een enorme daling van de reële pachtprijzen, wat dat enorm goed geweest is voor de plattelandsbevolking. Dus de landbouwgrond in die periode werd verpacht in contracten van 9 jaar. En voor het graafschap Vlaanderen heeft men vastgesteld dat die pachtprijs die de boeren moesten ophoesten om hun land te bewerken, gedaald is en wel gehalveerd in de 10 jaar volgend op de Zwarte Dood. En dat heeft alles te maken met effectief die schaarste naar arbeid die optrad. En voor het eerst moesten werkgevers in concurrentie gaan met elkaar om schaarse arbeidskrachten. Een tekort aan arbeid is historisch altijd de grote drijfveer geweest voor ontwikkeling en twee, hogere lonen. Dus dat klopt wel en dat heeft zich ook vertaald in het dieet die rijker werd, gevarieerder werd. Er moest ook minder graan geproduceerd worden en er kon een groter deel van het areaal besteed worden aan groenten, andere teelten. Er is een toename van veeteelt. Je moet ook niet vergeten, voor de Zwarte Dood was er een extreem hoge bevolkingsdruk. Was er eigenlijk zelfs latente overbevolking. Wat leidde tot enorm hoge pachtprijzen en daardoor lage inkomens voor de boerenstand. En een toename van de druk om graan te planten. Men noemt dat de vergetreidigung in de Duitse historiografie. Van dus de agrarische geschiedenis. De bevolking was zodanig snel aan het groeien dat er zoveel mogelijk graan moest geplant worden om dat te kunnen blijven voeden. En voor Vlaanderen, ja, wij konden ons al lang niet meer voeden. Dat wij de 3 grootste steden op Parijs na hadden, boven de Alpen. Dus ons graan kwam al van Polen, Litouwen en Spanje. Dus dat heeft wel op het platteland echt een verandering ingezet. Hè. Dus meer plaats voor nijverheidsgewassen, meer plaats voor gewassen met een hogere toegevoegde waarde. En
een halvering van de pachtprijs. Dus wat men noemt de Golden Age of the Laborer. These, die geldt zeker op het platteland. Je ziet op het platteland de stand opkomen die zich economisch gaat manifesteren, gaat emanciperen en op den duur ook gaat deelnemen aan het plattelandsbestuur, aan de schepenbank van de kasserijen, de vierscharen, de rechtbanken, en dat is de klasse van de herenboer, die zichzelf gaat vrijkopen eigenlijk, zijn land in volle eigendom gaat kopen, omdat de adel een enorme nep gekregen heeft van het dubbele economische effect die zich optrad na de Zwarte Dood, dus de halvering van de pachtprijzen en een enorme inflatie die opstak, dat we ook gezien hebben in gans Europa. Daar bestaan heel interessante literaire en ook economische documenten over. De munt die eigenlijk meer dan halveert in waarde als gevolg van die abrupte bevolkingsdaling, te herleiden eigenlijk tot een overaanbod van edelmetaal in de samenleving, want het was toen een metallisch systeem van geld. Dus een overaanbod van edelmetaal ten opzichte van de omloopsnelheid van het geld en de consumptiebehoefte van de mensen. Het laatste dat ik daar nog over wil zeggen, want dat is eigenlijk wel interessant, dus het is een algemeen gekend geweten van de kleine man is er op het platteland op vooruit gegaan. Maar wat Vlaanderen betreft wil ik wel een kanttekening plaatsen die in de uitzending niet aan bod gekomen is, allicht ook door tijdsgebrek. En dat is in de steden zelf was dat niet zo gemakkelijk voor de arbeiders om hogere lonen te bedingen, omdat je eigenlijk geen vrije loonsonderhandelingen had. Nee, op het platteland had je die pachtcontracten die om de 9 jaar moesten vervangen worden met nieuwe vrije loonsonderhandelingen. En dan kun je als arbeider, als boer, met kennis, boter bij de vis eisen. In de stad ging dat niet, omdat we toen al in die periode collectieve loononderhandelingen hadden. Al die lonen die lagen heel nauwkeurig vast in ambachtskeuren. Die moesten gehomologeerd worden door de schepenbanken. Wie zat er in die schepenbanken? De mensen die de lakens uitdeelden. De werkgevers eigenlijk. En dus meesterwevers in die periode. En de gezellen, eigenlijk de arbeiders in die textielindustrie. Er waren ongeveer vier arbeiders per atelier. Die konden niet gaan onderhandelen over hun lonen. En tegelijkertijd waren die lonen volledig in geld uitbetaald en was het geld onderhevig aan hevige inflatie. En wat de grote steden van Vlaanderen betreft, zien we in die eerste 10 jaar na de Zwarte Dood, door die grote inflatie en die rigide lonen, honger, ellende en oproer. Tot en met gewapende gevechten tussen verschillende ambachten en tussen de ambachten en de schepenbank en de ordentroepen van de stad. En we zien dat de graaf her en der brandjes is moeten gaan blussen en zelf hogere lonen gaan dicteren is aan de steden om eigenlijk die malaise te doorbreken. Dus dat beeld, het economische beeld voor Vlaanderen is wat dubbel. Dus zeer goed een positieve impact op de koopkracht op het platteland. Ander beeld in de steden. Maar we zien wel dat na een periode van chaos van ongeveer 10 jaar, merken we wel een gestage economische groei. De economie is echt gaan herpakken. En dan heb je die stralende Bourgondische periode achteraf. Ondanks die zware catastrofe. Dus dat is toch wel een markant gegeven in de geschiedenis. Ja, maar duidelijk blijkt dus dat er wel wat nuance nodig was aan die uitspraak, dus die ook heel kort was natuurlijk. Minder mensen heeft dan uiteindelijk naar meer welvaart geleid, omdat er hogere lonen waren, omdat er minder arbeiders beschikbaar waren. Dus we hebben nu de nuance gemaakt, want ik, gewoon bij dat soort principes stel ik mij dan wel de vraag van, stel dat we het zouden vergelijken met Vlaanderen vandaag, als er hier ineens door de pest of een andere ziekte 30-60% van de Vlamingen uitgeroeid wordt, verdwijnt, sterft, gaat dat dan leiden naar meer welvaart? Dat weet ik nog niet zo zeker dan als iedereen gewoon, als die 30-60% niet sterft. Dat is dan een vraag die ik mij wel stel. Wat is jouw mening daarover? Wel, om te beginnen zou je ook weer hyperinflatie hebben. Hè?
Dus stel dat er nu 30% van de bevolking zou verdwenen, ga je echt direct hyperinflatie hebben, omdat er een overaanbod aan geld is in de samenleving. Maar een tekort aan arbeid leidt altijd tot hogere loon. Dat is gewoon de wet van vraag en aanbod in de economie. Stijn, het blijkt ook effectief uit de economische gegevens die wij hebben. En wat ons van economische gegevens echt wel nog redelijk wat hebben in onze archieven. We hebben eigenlijk een gebrek aan anekdotische gegevens. Gewoon brieven, dagboeken en zo verder van die periode, die zijn schaars. Maar we hebben wel heel veel economische gegevens. Dus we kunnen die inflatie reconstrueren voor Vlaanderen. Heel gedetailleerd aan de hand van indexcorven, omdat die prijslijsten bekend zijn. En we kunnen ook de evolutie van de lonen en de pachtprijzen gaan evolueren. Dus wat die stelling betreft, is er echt geen spel tussen te krijgen. Oké, maar dus wel die nuance die je gemaakt had tussen het platteland en de steden. Ja. Oké. Dan, dat was eigenlijk een beetje het enige gevolg dat in de aflevering heel, heel kort aan bod kwam. Echt heel kort. Toen ik jou vorig jaar, eind mei, geïnterviewd heb, hadden we het al even over wat de belangrijkste les was uit jouw boek, 1349. En jouw antwoord was toen de geboorte van de staat. Kan je dat een beetje meer duiding geven? Ja, dat is een zeer belangrijk gevolg van de pest. Er zijn er verschillende geweest. De pest heeft eigenlijk ook zijn culturele en morele gevolgen gehad. Misschien kunnen we het daar straks ook nog over hebben, want dat is best wel interessant. Maar zeker ook politiek. Hè. We merken eigenlijk dat de Zwarte Dood en dan vooral de economische turbulenties die dat teweeggebracht heeft, de hergeboorte van de intrusieve staat met zich meegebracht heeft. Dat is een stelling van een begrip van rechtshistoricus Robert Palmer, the rebirth of intrusive government, waar men eigenlijk terug gaan interveneren is in het economische verkeer als centrale overheid. Dus je had in de steden uiteraard al economische wetgeving, zeker in Vlaanderen, en die ambachtskeuren, wat dat eigenlijk hyperdetailistisch, de arbeidsomstandigheden, de producten, de arbeidsduur, de sollicitatieprocedure, het ontslagrecht, alles eigenlijk. Ook de lonen vastlaan, maar de centrale overheid die bemoeide zich daar eigenlijk niet mee. Dus er is een hiaat geweest van effectieve politieke bemoeienis door de centrale overheid met het economische leven die teruggaat tot eigenlijk de val van het Romeinse Rijk. In het Romeinse Rijk had je ook een heel detailistische, bemoeizuchtige centrale overheid, tot op het punt dat men eigenlijk in bepaalde perioden van de Romeinse geschiedenis de lonen en de prijzen echt voor gans het Romeinse Rijk is gaan dicteren. Wat dan natuurlijk gekkenwerk was in economisch opzicht. We zien dat dat terugkomt na de Zwarte Dood. De centrale regeringen die zich daarmee gaan bemoeien in de grote rijken van Europa. Minder in Vlaanderen, omdat de steden hier eigenlijk machtiger waren dan het centrale gezag. Maar neem nu Frankrijk en Engeland. In Engeland krijg je de Ordinance of Labourers, dus eigenlijk de ordonnantie over de arbeid. En later de Statute of Labourers, de geboorte van het arbeidsrecht. En wat blijkt daaruit? Ja, dat de staatsmacht, die toen eigenlijk gedomineerd en gemonopoliseerd werd door de adel, effectief ingezet werd om die kleine man klein te houden. Nee, want de adel die was in paniek omwille van die ineenstorting van de pachtprijzen en die hyperinflatie, was aan het verarmen in schrikbarend tempo. Dat was natuurlijk ook een besogne voor de vorsten van het Europa van toen, want een economisch verzwakte adel verzwakte ook hun machtspositie. De adel was eigenlijk de ruggengraat nog van de strijdmachten van die periode en van het bestuur van het land. En samen hebben adel en vorsten geprobeerd om via de Arnderwet de kleine man klein te houden. En dat ging zodanig ver dat men de lonen is gaan bevriezen op het niveau van voor de pest.
zowel in Frankrijk als in Engeland en als in verschillende Iberische vorstendommen, bijvoorbeeld ook Catalonië, Castilië, en ga ze maar verder, ook in de Duitse landen zag je dat. Dus de lonen die werden met één pennetrek bevroren tot op het niveau van voor de Zwarte Dood. Wat dan natuurlijk absurd was, omdat je die inflatie had en de economische dynamiek van de schaarste van arbeid. Dus zowel werkgevers en werknemers zijn daar dan proberen rond te fietsen. Dan heb je nieuwe klachten gehad van de adel bij de vorsten van kijk, de boeren vragen nog altijd te veel geld. En toen werden nieuwe harde strafbepalingen daaraan gekoppeld. Het afhakken van de neus, het brandmerken van boeren die te veel geld wilden vragen. Maar niet alleen dat, ook het verbod op immigratie. Eerst het verbod op internationale emigratie, omdat mensen natuurlijk als ze onderdrukt worden door een overheid en ze kunnen niet de feitelijke economische waarde van hun arbeid mogen ze niet laten valoriseren en ze weten dat dat elders wel kan. Gaan mensen migreren en er zijn grote verhuizenbewegingen gekomen. Uit landen te strikt optrad op dat vlak naar vrijere landen. Denk aan de staten in Noord-Italië, die eigenlijk te versnipperd waren om zo'n harde politiek te kunnen voeren. En dan zijn daar immigratieverboden opgekomen eigenlijk naar Cubaans DDR-communistisch model. Echt een verbod om te immigreren, om de beschikbare arbeidskrachten in het eigen rijk te houden. En in Frankrijk ging dat zodanig ver in de latere fase van die wetgeving, want die wetgeving escaleerde alleen maar. Dat er zelfs een verhuisverbod was tot op gemeentelijk niveau. Je moest blijven wonen. Ik denk dat dat een edict was van 1331. Wat zeg ik nu? 1351. L'ordinance du laboureur. De werkende klasse die moest blijven wonen, verplicht in het dorp waar dat ze gedoopt waren. Hè? Met enkel een uitzondering om te reizen voor handelaren en pelgrims. Dus dat heeft eigenlijk aanleiding gegeven tot een bijna totalitaire staat. Met de kanttekening dat de staatsmacht niet opgewassen bleek tegen de dynamiek van de economie. Hey, dus je ziet dat dikwijls in de wereldgeschiedenis. Staten die proberen de economische wetmatigheid echt te dicteren. Denk aan faraonisch Egypte, denk ook aan het Laat-Romeinse Rijk. Het prijzen- en lonen-edict van keizer Diocletianus bijvoorbeeld, maar ook keizer Justinianus. Hij heeft trouwens net hetzelfde gedaan. Keizer Justinianus heeft ook geprobeerd om de lonen te bevriezen tot op het punt van voor de pest, die zich in zijn rijk voordeed. Ook daar is dat niet gelukt. De invisible hand eigenlijk van de economie, die dynamiek tussen die factoren, schaarste en de productiefactoren, arbeid, kapitaal en zo verder, die dynamiek die is gewoon onstuitbaar en de politiek kan dat niet gaan dicteren. En we zien dat die wetten, ondanks pogingen om dat eigenlijk te gaan implementeren, niet gelukt is. Ja, je ziet ook nu nog dat de realiteit de politieke ideologie dikwijls gewoon inhaalt. En economie is daar... Effectief. Ja, is daar zeker een gevolg van. Dat is een zeer geruststellende gedachte. Wel, je hebt het twee keer vermeld nu van in het Laat-Romeinse Rijk. Je hebt ook dus gezegd Diocletianus. En ik verwijs daar graag naar mijn eerdere podcast met professor Christian Laas. Toen het ging over aflevering 2, de Romeinen in deze streken. En daar hadden we het inderdaad ook over Diocletianus en inflatie en maximumprijzen enzovoort. Maar om het nog een keer over Justinianus te hebben, in dezelfde periode van de Zwarte Dood zien we de herontdekking van het Romeinse recht, voornamelijk onder impuls van de Universiteit van Bologna, die ook voor onze jonge lui, dus eigenlijk de zonen van de stedelijke bourgeoisie vooral, in mindere mate de zonen van de adel, die gingen gaan studeren, ofwel in Montpellier, ofwel aan de Sorbonne, ofwel in Bologna. Bologna was zeer in trek en daar had je in die periode de herontdekking van de Codex Justinianus, het Romeinse recht, waar al die recepten in stonden. Die maximumprijzen, die betutteling. Die economische dwangmatigheid en dat zal zeker een bron van inspiratie geweest zijn in de kanselarijen van de Engelse vorsten
En de Franse vorsten en de Iberische vorsten. Want die secretarissen in die kanselarijen die waren doorgaans gediplomeerde juristen van Bologna of van Montpellier. Dus men heeft eigenlijk diezelfde gefaalde recepten gaan toepassen op de economische turbulentie na de Zwarte Dood dan deze die Justinianus heeft proberen toe te passen via copycat gedrag, wat wel interessant is. Jazeker. We hebben het nu gehad over politieke gevolgen. Je had al vermeld dat er ook culturele gevolgen zijn. Kan je de voornaamste culturele gevolgen eens opsommen en uitleggen? Ja, wel. Ik had het al in het begin over de stressfactoren. En ik vind dat is wel goed aan bod gekomen in de uitzending. De stressfactor. Dus de stressfactor was er al op voorhand. Men hoorde uit berichten van handelaren dat die ziekte traag, maar onstuitbaar naar het noorden optrok. En je had natuurlijk die mentale uitspatting tijdens de Zwarte Dood. Hè. Men dacht dat iedereen eraan ging gaan. Men zocht zondebokken. Men probeerde uit te schakelen in de vorm van de Joden die vernietigd werden over heel Europa. En dan ook die uiting van zelfhaat in de vorm van flagellatie, zelfgeesteling. En zo verder. Maar eigen aan de Zwarte Dood is dus die enorm hoge sterftetal, de enorm snelle symptomen, wat dat het enorm traumatiserend maakt voor de mensen, maar ook de korte duur van die ziekte. Dus die ziekte was op zijn hoogtepunt 2-3 maanden en dat was dan ging dat dus voorbij. Het stof dwarrelde neer. De karavaan des doods trok verder naar het noorden. Nog tot 1350, 51 Rusland enzovoort. Maar hier was de pest even abrupt verdwenen als ze gekomen was. En mensen werden wakker eigenlijk in een nieuwe wereld. En we merken dan ook een soort vorm van decompressie, eigenlijk een psychologisch decompressie, moment dat geleid heeft tot een opstoot van hedonisme. En daar bestaan en bandeloosheid, zedeloosheid. Daar bestaan enorm rijke bronnen van in gans Europa, die eigenlijk illustreren dat er feestgedrag was, gokgedrag, ook seksuele bandeloosheid, ontrouw. Ook bij de klerus natuurlijk, hè. De klerus die uit het klooster gaat, vrouwen die gewoon uit het klooster gaan. En men begint ook te twijfelen. Maar eerst nog, voordat ik daar over het religieus component begin, is nog een keer over die zedeloosheid. Men stelt trouwens vast dat er zijn historici die daar stellingen over ingenomen hebben. Die vind ik wel goed gestoffeerd zijn, dus die een valabele these zijn. Men merkt dat die zedeloosheid, eigenlijk een lossere omgang met seksualiteit en naaktheid, dat geen kort decompressiemoment was, maar dat eigenlijk zich voor een langere periode heeft geïnstalleerd in de Europese cultuur. Tot een nieuwe golf van verpreutsing onder invloed van de reformatie en de contra-reformatie. Dus dan spreken we al over de jaren 1550, 60, 70. Dus eigenlijk bijna 2 eeuwen van een lossere omgang met seksualiteit en naaktheid, waarin bijvoorbeeld ook meisjes gingen naakt zwemmen in de grachtengordels rond de steden en in de meren en zo verder. Wat daarvoor niet bestond, uiteraard ook de opkomst van de stoven, die al langer bestonden, maar de stoven die zich dan eigenlijk gaan ontwikkelen tot eraan die voeghuizen met courtisanes en waar eigenlijk openlijk gevreemd wordt in het zicht van andere mensen. En niet alleen door handelaren die niemand kennen, maar ook door de stedelijke elite, waarvan iedereen weet over wie dat gaat. Nee, dat zijn eigenlijk van die symptomen daarvan, die door bepaalde historici gelinkt worden aan dat collectieve trauma van de Zwarte Dood. Maar uiteraard ook religieus is er een impact geweest. Er was al een zekere mate van kritiek op de corruptie en de weelde binnen de katholieke kerk, voornamelijk in de schoot van de Franciscanerbeweging. De Franciscanermonniken die eigenlijk een armoedeideaal voorop stelden. En de radicale vleugel daarvan, de Fratelli,
die was al in de decennia voor de Zwarte Dood vocaal zeer kritisch ten opzichte van de katholieke kerk. Maar dat het trauma van de Zwarte Dood heeft voor iedereen duidelijk gemaakt, ja, kijk, ondanks al die weelde en die zelfverklaarde almacht heeft de kerk het niet zien aankomen, één, en twee, het ook niet kunnen voorkomen. Dus men is gaan beginnen twijfelen aan dat machtsmonopolie tussen God en parochiaan als bemiddelaar dat de katholieke kerk zichzelf toe-eigende. Men is niet beginnen twijfelen aan het geloof zelf. Het godsbesef is universeel gebleven, maar wel aan die machtsmonopolie van de katholieke kerk. We merken heel snel na de Zwarte Dood de eerste radicale kritische geschriften die dat machtsmonopolie van de kerk gaan bekritiseren. En dan heb ik het in het bijzonder over John Wycliffe. John Wycliffe die studeerde dan, denk ik, in die periode aan de Engelse universiteit, ik denk dat Oxford was, theologie. En hij was een van de heel weinige studenten die het overleefd heeft en heeft daar heel veel vrienden in verloren. En heeft dat geleid in zijn geschriften, heeft hij dat herleid tot een straf van God als gevolg van de morele corruptie van het pausdom, die toen in Avignon was en toegegeven ook enorm corrupt was. En heeft daar dan schotschriften geschreven, is dan moeten vluchten, is dan een tijdje in Brugge actief geweest, waar een grotere mate van intellectuele vrijheid heerst. Hier is hij dan ook verder gaan radicaliseren in die stellingen, totdat het ook hier hem te heet onder de voeten werd. En dan is hij kunnen vluchten naar een Duitse verlichte vorst, die hem eigenlijk niet alleen hem, maar ook nog andere religieuze dissidenten opvang geboden heeft. En dan zien we ook al heel snel dat hij zijn eerste Bijbel in de volkstaal is gaan publiceren. Ik denk in het begin van de jaren 1370. Is Wycliffe de eerste Engelstalige Bijbel gaan publiceren. Dus dat zaadje van de reformatie was geplant, mede door dat trauma van de Zwarte Dood. En dat zaadje is dan beginnen bloeien, onstuitbaar, want dan zie je overal, voornamelijk in Duitsland, nieuwe dissidenten opkomen. En dan ja, de belangrijkste uiteraard, Jan Hus in Bohemen, begin jaren 1400. Ook daar heeft de Zwarte Dood en dat collectieve trauma een rol in gespeeld. Wat is dan eigenlijk de belangrijkste historische conclusie die we kunnen trekken uit die periode? Ik vind de belangrijkste historische conclusie is eigenlijk trouwens een optimistische boodschap die ten dele ook naar voren kwam in de aflevering. En dat is dat een ramp van die omvang toch Europa niet klein gekregen heeft, ook Vlaanderen niet. We merken, er was een periode van chaos in de jaren na de Zwarte Dood, maar heel snel is onze bevolking rechtgestaan, het stof van zijn kleren gaan afschudden en is dan met volle vertrouwen vooruitgewandeld richting die stralende Bourgondische periode van hogere koopkracht en economische groei. Ook de samenleving heeft eigenlijk haar cohesie niet verloren. Zij is onder enorm grote druk komen te staan op het hoogtepunt van de epidemie. Maar we merken dat de hospitalen zijn blijven draaien, dat zelfs delen van het stadsbestuur en de rechtspraak zijn blijven draaien. Ik denk nu aan een bron die ik onderzocht heb. De gerechtelijke archieven van Gent, eigenlijk in het stadsbestuur, in het stadsarchief van Gent, heb je de registers van de schepenen, van de keuren en van de gedelen. Dat eigenlijk schepenen die verantwoordelijk waren voor bestuur, maar ook voor rechtspraak. En je merkt dat die bron uitent. Er zijn altijd maar minder vrederechters actief. Maar één man doet gewoon verder, heel de epidemie door. En wat doet die man op het einde? Ergens in oktober 1349 bijna enkel nog voogdijregelingen treffen. Dus rondom die man woedde een biologische storm. Misschien had hij zelf een sterfgeval te betreuren in zijn familie. Maar hij ging toch naar zijn werk en hij deed toch verder. Omdat het moest en omdat het nodig was. En omdat er voor die kinderen moest een oplossing komen. Dus ook de hospitaalbronnen bijvoorbeeld. Hey. Dat personeel is bijna integraal gestorven in de Zwarte Dood, maar wanneer dat er iemand stierf, was er direct een andere persoon die klaar stond om in te treden in het hospitaal op gevaar van eigen leven. Dus er is enorme veerkracht geweest, individueel en collectief. Wat mij ertoe leidt dat als een ramp met de omgang
omvang van de Zwarte Dood onze maatschappij niet klein kan krijgen, dan kan er eigenlijk echt werkelijk niets onze maatschappij klein krijgen. Zo, dat was het voor deze nieuwste podcast van Paliterke en Pal Nieuws. Al onze podcasts zijn te beluisteren op onder andere Spotify, Apple Podcasts en palcast.be. Tot de volgende keer.